thuis en van harte welkom in de wondere wereld. Wat roept het woord lente bij je op? Een nieuw begin, de terugkeer van de zon of de grote schoonmaak misschien? Wel, rond dat lentegevoel draait onze wondere wereld van vanavond. Maar we beginnen bij het begin, op een paranormale beurs. Want daar maken heel wat mensen voorzichtig kennis met een stukje van de wondere wereld. Wij stuurden VTM-journalist Chris Michel naar zo'n beurs in Antwerpen. En als reporter in de harde wereld van het nieuws checkt en dubbelcheckt hij elk feit, elke uitspraak. Benieuwd hoe hij zich in deze wereld uit de slag trekt. Ik denk dat mensen die op zo'n beurs of mensen die zich met het paranormale bezighouden, heb ik de indruk, maar dat is dan wel gebaseerd op ervaringen van televisie of kranten, dat ze het vrij algemeen houden, in algemene termen spreken, van je gaat graag op reis of je bent iemand die graag dat doet. Maar dan hebben ze één kans op twee, dus ik zou moeten echt details hebben om mij te overtuigen dat, dat dit echt toekomstvoorspellers zijn of wat dan ook. Mag ik hier komen, mevrouw? Dus... Dat is kaart leggen, dat u kaart doet. Leggen? Ja. Kijken? Ja. Oké. Pak een pakje naar daar. Ja, hij reist veel rond, hè. U bent nog jong en naïef. U bent oftewel ook wel eens een driftkop. De tarot is eigenlijk een van de oudste manieren om te voorspellen. Uw omgeving, daar ligt een minder mooie kaart, dat we nu zeggen dat dat dood of iets. Dat kan willen zeggen soms dat er iets gebeurd is dat een pijnlijke indruk achtergelaten heeft. Heeft u ergens in uw omgeving iets pijnlijk meegemaakt of is daar iets gebeurd? Ja, toch wel, ja. En dan uw manier van denken. U is iemand die graag water in uw wijn doet. U is niet iemand die graag ruzie maakt of kan leven met toestanden waarin dat er stress of zoiets is. U houdt van relaties in harmonie. Omdat de aarde in ons het element mogen zijn om ons vastheid na te komen, brengen we ons denken het twijfel weg te nemen. Als je iemand vertrouwt, he, geef je alles. He. En dan mogen ze nooit doen. He, want dan gaan ze je hand nemen, maar terwijl dat hij een hand geeft, hij hem zal een half van je lichaam. Zo ver laat het geen komen. He. Je gezondheid is de laatste tijd ook sterk verbeterd. Maar gaat toch ook in 2, 3 jaar terug op gezondheid veel zwakker gestaan? Nou, dat van mij, dat loopt als we door naar oktober, hè. Maar in december wordt er iets dan terug een voorstel gedaan. Gaat je in december een ander iets gaan doen wat je nu ook al weet? Nee, ik start in mei een project dat in oktober afloopt en meestal in december sluit ik een contract houden voor. Dat klopt. Ja. Mijn naam is Chris Bressing. Ik ben een medium. Een medium is iemand die in contact staat met de gidsenwereld. U bent ook een no-nonsense-man. Geen gedoe rondom u. Zo is het check ingedaan. Mijn dokteres vroeger zei, je hebt niks aan je hart, maar dat noemt men harte pijn. Hè? Dat zijn mensen die je pijn doen. Hè? Of koppen op het familiale en dergelijke. En dat, bij u zit dat ook rond het haar, een beetje rond het hartje. En dan doen wij zo bij de mensen. Hè? Dan doen wij dat. Dan zorgen wij dat dat in orde komt. Energie wegnemen, noemt men dat. En dan sluiten wij. Ik neem dit nu over van u. Dat noemt mijn mediumschap. Voelt u dat? Ja, het is een houding die relaxeert. Mooi. U raakt een punt aan dat met spanning zit. Met spanningspunten, ja. Voelt nog eens bij mij moeten komen. Hè? Wel, ik blijf even kritisch in die zin dat ik niet geloof in toekomstvoorspellers, niet geloof in krachten die van boven komen. Het enige waar ik van verschoten ben, is dat er een aantal details gezegd zijn die ik niet verwacht had. En daardoor denk ik dat die mensen misschien wel een gave meer hebben dan de gewone doorsneemens. Dat is in vele maatschappijen, zoals je naar Afrika gaat, heb je daar tovenaars die daarom geen tovenaars zijn, maar die misschien iets meer kunnen qua zintuigen dan andere mensen. Je hebt het voodooïsme in Zuid-Amerika, waar ik ook al in dingen van gezien heb, waarvan ik dacht, hoe kunnen ze het? Maar ik geloof niet in tovenarij. Maar
ik denk wel dat een aantal mensen, en waarschijnlijk een heel pak mensen die hier zitten, iets meer kunnen dan de doorsnee mens. En dat heeft mij wel doen verschieten.